In Heerenveen woont de internationaal vermaarde trompetist Eddie Engels. Hij geeft piano- en trompetlessen en schrijft een boek over zijn 9 huwelijken. Wiebo van der Linden ging bij Engels op bezoek. Wat trekt jou nou speciaal aan in Friesland, Eddie? Het is begonnen met een zeilvakantie in Friesland. En dat viel zo fantastisch goed dat we besloten hebben om een huisje te kopen, een boerderij te kopen in Echtenenbrug. En dat moest helemaal verbouwd worden, et cetera, et cetera. En zo heb ik de Friese leren kennen als het leukste volk. Want het begon gelijk met een vingertje opsteken tegen elkaar. Mensen die je nooit gezien hebt, wat voor mij in Amsterdam onbekend was. Gewoon hi, hallo, hoi. Het voor het eerste woordje hoi heb ik geleerd daar. Eddie Engels wordt in oktober 75 jaar oud, maar hij blaast nog steeds als de beste. Hier bijvoorbeeld in de jazzcombinatie Out of Nowhere. Eddie kan terugkijken op een fabuleuze loopbaan als jazztrompetist. Hij ging eerst een heel andere kant op, volgde een grafische opleiding en voer ook een tijd lang als steward op de Grote Vaart. Maar in 1955 werd hij als de bliksem getroffen door het trompetspel van de vermaarde bebopper Fats Navarro. En toen meldde hij zich bij het conservatorium. Eddie betaalde zijn studie door 's nachts als kelner te werken. Zijn beroepskeuze bleek een schot in de roos. Eddie Engels werd in de 70er en 80er jaren een veelgevraagd jazztrompetist. Hij speelde onder andere in het Metropoolorkest en bij grote buitenlandse bands zoals die van James Last. Hij reisde over de hele wereld en werkte samen met grootheden als trombonist Frank Rossellino en Benny Bailey, die zijn grootste jazzvriend werd. Op latere leeftijd geeft Eddie nu zijn rijke ervaring door aan een nieuwe generatie muzici. En hij geniet volop van zijn lessen aan bijvoorbeeld de talentvolle Leeuwarder trompetiste Jacqueline Brugman. De manier waarop Eddie lesgeeft vind ik heel bijzonder. Omdat hij echt met mij de diepte ingaat om alles eruit te halen wat erin zit. En dat maakt het bij hem les hebben heel bijzonder. Ook zoon Douwe volgt inmiddels les bij zijn eigen vader. Niet op de trompet zoals deze jeugdfoto doet vermoeden, maar op de piano. Douwe is voor Eddie in dubbel opzicht een bijzondere leerling, want ze hadden tot voor kort nauwelijks contact met elkaar. Ja, dat is op dit moment eigenlijk wel goed. Er is een hele tijd geen contact gehad, maar nu ben ik besloten om het conservatorium te gaan doen in Groningen. Althans, ik moet me nog aanmelden. En dat is altijd wel handig als je en nog eens een keer een vader hebt die muzikant is, die je ook nog daarmee kan helpen. Dus in die zin is het heel erg goed. En Eddie Engels heeft het niet alleen druk met lesgeven. Hij is inmiddels ook driftig aan het schrijven geslagen. Eddie heeft een hoop te vertellen. Niet alleen over zijn muzikale avonturen, maar ook over zijn liefdesleven. Je mag Eddie Engels wel met recht een ladykiller noemen. Want hij trouwde maar liefst 10 keer. Met sommige partners, zoals hier Johanna, heeft hij nog steeds een goed contact. Eddie's voornaamste conclusie wilde hij tegenover GPTV nu al wel verklappen. Je kunt erin lezen van dat je er 50 jaar over doet om eruit te komen als man zijnde, dat je alleen kan wonen. En dat vind ik natuurlijk super, want ik kon mijn hele leven niet alleen wonen. Ik was altijd afhankelijk van iemand die voor mij een potje kookt, bla bla bla. En nu ben ik ontzettend happy de laatste 4-5 jaar dat ik, no problem, ik kook elke dag super lekker, bla bla bla. Maar dat heeft me 50 jaar gekost van mijn leven. Dus dat is dus wat ik bedoel, positief.